Dennis van Meegdenburg is niet te benijden. Vorige week was hij nog assistent van Jochem Twisker. Nu interim opvolger van de trainer die maandag opstapte. En dan mag hij met hekkensluiter GVVV op bezoek bij de koploper in de Jacks League. Het zo goed als ongenaakbare Katwijk. Dit is Freriks met de eerste doelpoging. Knap gered door Jan van Willigen. De vervanger voor de geblesseerde Johan Jansen. In het doel bij GVVV dat ook Jonathan Richard en Danny de Leeuw mist. Bij Katwijk ontbreekt de geschorste Ahmed El Azouti vorige week tegen Kozakken Boys twee keer geel. Van Lingen. Kan niet met links voorzetten blijkbaar. Kiest voor deze bal op Mengering. En dan de kopkans voor Van Lingen, de man van de voorzet ook. Het spelbeeld zoals je het mocht verwachten op de Krom. Katwijk valt aan. GVVV verdedigt en prikt waar het kan. Adname. Dit is een aardige bal op Patrick, maar die doet daar weinig mee. Daar moet je ook wat geluk mee hebben. De aanvaller van GVVV heeft dat eigenlijk het hele seizoen al niet. GVVV houdt tegen. Dat gaat zo nu en dan met meer geluk dan wijsheid. Suleiman met de doelpoging. Maar het blijft maar 0-0 op de Krom. Sinteur. Suzanne Sinteur. Suleiman. Suleiman met Grotenbrecht. Dan wil Grotenbrecht die bal over de achterlijn laten lopen. Lijkt hij ook over de achterlijn. Mag het door van de arbitrage. En komt GVVV weer met de schrik vrij. Nog wel Van Lingen. Mengerink. Hij weer in de punt. Nu El Azouti geschorst is. Maar nog altijd 0-0. Oostinje, rechtsback. Hij wilde dat niet spelen onder Twisker. Van Meegdenburg heeft blijkbaar met de vuist op tafel geslagen. Van de Haar, Hawat. Hawat met de poging en de redding van Krul is nodig. Ja, zolang het 0-0 blijft is GVVV in leven. En Katwijk natuurlijk niet zeker van de zaak. Flipperkast. Potjes in duel met Mengerink. Mengerink wint. Freriks 1-op-1 met Van Willigen. En dan is het onvermijdelijke gebeurd. Is het natuurlijk dik verdiend dat Katwijk op 1-0 komt. Tim Freriks maakt hem. Nadat Mengerink het kopduel wint van Potjes. En Jan van Willigen is kansloos. De overtreding van Grotenbrecht. En dan komt daar ook zo'n Lars Wijstra. Wat doet hij daar? Die komt van meters af aanlopen. De scheidsrechter heeft al gefloten. Ik vind dat debiele acties. Maar goed, dat ben ik. De scheidsrechter staat ervoor om daar dingen tegen te doen. Geeft geel aan Grotenbrecht. Geeft ook geel aan Oostinje. En ik neem aan, maar dat is niet in beeld, toch ook nog wel geel aan Lars Wijstra. Van Lingen. Via invaller Schet opnieuw Van Lingen. En dan Van Haren. En dan is het 2-0. En dan mag GVVV alle hoop begraven onder het kunstgras van de Krom. Want met 1-0 kan je met één uitval nog een puntje stelen. Maar in de vorm waarin GVVV verkeert, twee doelpunten maken uit bij Katwijk. Nee, dat zal er wel niet in zitten. De Jong inmiddels ingevallen bij de Veenendalers. En dan krijgt Schet nog een hele grote kans. Maar die laat de kans op 3-0 liggen. Het maakt voor het resultaat niet uit. Van Meegdenburg verliest zijn eerste en misschien wel enige wedstrijd als interim trainer bij Katwijk. Maar dat is geen schande.